wel iets leuks om te laten zien aan jullie, want ik heb beloofd... Een tragisch ongeval gebeurd. Resten vlees en schimmel op. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik heb hier een papier in mijn handen en daarvoor moet ik even bellen, want dit papier wil zeggen dat ik een brief had aangekregen hier, maar de deur niet had open gedaan. En het was een belangrijke brief, dus die konden ze niet in de brievenbus doen. Alleen, ik kon die afhalen op het postkantoor, maar dat heb ik natuurlijk weer veel te laat gezien. Dus ik moet eens even bellen of ik die nog kan afhalen, want de datum is wel al verlopen. Maar ja, ik hoor verder niks meer, dus ik ga eens even bellen. Misschien dat ze mij iets kunnen vertellen over waar die brief zich bevindt. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Dus ik ga even hier het nummer ingeven. Ik heb het even opgezocht. Wow, dat is een heel raar nummer. Dus even horen. Welkom bij Bipost. Welkom bij Bipost. Voor continu of ontzettend om onze kwaliteit te verbeteren... Altijd zoveel stappen om te doorlopen. Oké, wat ik dus dacht, het is niet meer mogelijk om die brief af te halen. Die is teruggestuurd naar de afzender. Dus ik zal gewoon moeten afwachten of ik die opnieuw krijg. Of, maar meestal zijn zo'n brieven wel belangrijk, dus ben benieuwd van wat het was. Nou jongens, even lekker opgeruimd hier in huis. Moet ook gebeuren natuurlijk. En nu heb ik wel iets leuks om te laten zien aan jullie. Want ik heb beloofd, een paar vlogs geleden, dat ik altijd updates ging geven als ik ook updates kreeg over de BFAM hoodies. En nu heb ik gisteren een berichtje gekregen van hun. En ik zal het even ook laten zien. Even kijken, ik ga jullie hier neerzetten. En ik kreeg een foto van dus het bedrijf wat de producties doet van de hoodies. En dat is deze foto. Boom! En voor de mensen die het goed kunnen zien, jullie hebben gelijk. Voor de mensen die het niet goed kunnen zien, dit zijn de labels die dus in de nek komen van de hoodies. Super vet! Er zijn ze dus mee bezig, met de hoodies ook. En ja, het is top hè, dat ze ermee bezig zijn. Dus hopelijk komen ze binnenkort aan met dus de labels helemaal clean in de nek. Kijken of deze dat ook heeft, dan kan ik een voorbeeld geven. Bij deze is het er dus uitgeknipt, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Zo'n labeltje in de nek van dus het merk. En mijn merk is natuurlijk BFAM. Dus is het ook, ja, nice om eigen custom labels te hebben. En die hebben ze dus gemaakt en die zien er zo uit. En daar ben ik super blij mee. Ik heb ook alles zelf gedesigned, alles zelf doorgestuurd naar hun. En het enige wat zij doen is eigenlijk dus het bedrukken of het, ja, het breien, naaien, weet ik veel hoe dat wordt gedaan. Het borduren eigenlijk. Dus ja, dat is wel top. Daar ben ik super blij mee. Hey. Hey. Hoe komt het eigenlijk dat al de kippen hier lopen in plaats van in het hok? Er is een tragisch ongeval gebeurd. Kijk dit, dames en heren. Oh, dit is pijnlijk om te zien. Dit is echt... echt triestig. Het is al min 2 nu. Ja, ondertussen wel. We hebben dus slecht nieuws, dames en heren. Er zijn ondertussen 2 kippen gesneuveld van Gijs. Ja. Weet je welke? Dat weet je nog niet. Jawel. Ja? Ja, die. Was dat een van... Was dat nieuwe? Nee. Dat niet. Toch, blijft gewoon echt. Dus ja. Wat? Ik heb ze zien liggen. Waar? Ze zijn al begraven. Hè. Zijn ze al begraven? Ja. Hoeveel? Nee, dat zijn. Ah. Ja, dan moeten we er nog 17 hebben. Wat? Dan moeten we er nog 17. Nu zijn ze hier allemaal verstopt onder de haag. We hebben zo net daar 1 kip begraven. Dus we hebben eigenlijk al begrafenis gehad. Ja. Gaat je er koffietafel? Oh, ik vind het eigenlijk wel echt oprecht zielig, want je zit zo'n een kippenlover en dan gebeurt dit bij je natuurlijk. Het is altijd bij dezelfde. Ja, oh, ook die pluimen die daar zo liggen, dat ziet er echt triestig uit. Maar vorige week is ook al gebeurd. Ja, mooie grijze. Oh, zo jammer. Dus moeten we nieuw. Ja, je wilt nog steeds voor die 20 gaan, dus dan moeten we wel nog eens terug. Ja. Oh, ik vind het echt oprecht zo sneu. Oh, ook gewoon door de dag gebeurt, mensen. Al die kippen die daar nu buiten het hek lopen, die hebben allemaal een trauma opgelopen. Maar kijk dit ook. Echt zielig. Kader dat in, hè, die pluimen. Giveaway. Giveaway, gast. Oh. Nou jongens, de 2 kippen die we vorige week hebben gehaald met hun kapsel, die zijn er dus wel nog. Hier en daar slaapt er eentje. Die doet echt raar slapen. Die, dus, die chillt hier al de hele tijd op dat stuk. Ja. Ik denk dat die nog niet verder is geweest als een meter buiten dat kot. Goh.
Mogen ze eten? Maar die deed in de winkel ook al raar, hè? Dan zat hij op de hek. Dus hier moet hij dat ook doen. Ja, echt gek hoe kippen slapen. Die leggen heel dat hoofd zo helemaal krom. Speciale dieren. Ja, wel mooi. Hé, kip. Oh, joh. De kapsel, dat blijft zo cool, hè. Als ik mijn kippen hou, ja, waar zou jij die dan zetten? Hier. Hier. Zodat ze naar de buren kunnen. Ook. Ja, ik dacht ofwel zo achter het tuinhuis. Dat is klein, hè. Maar dat is misschien een beetje klein, oh, inderdaad. En weinig zon. Ofwel dit hier allemaal opruimen en dan hier langs zo. Oh, dat is ook cool. Omdat dit is toch een verloren stuk of zo. Maar dan zit je ze ook niet. Ja, dat is wel waar. Dan zit je ze niet. Ik wel van thuis. Kunt jij kijken. Ja, ik weet niet. Oh, deze haag moet ook eigenlijk echt eens geschoren worden, maar... Dat is allemaal voor in de lente. Net zoals het gras kan binnenkort denk ik wel nog eens een keertje gedaan worden. Want het begint wel best lang te worden. En dan ja, alles een beetje bijhouden terug, hè, van de tuin. Die haag die is veel te hoog. Eigenlijk was het echt fijn, hè, dat we die haag vorig jaar hebben gedaan. Helemaal ingekort, want die was echt dubbel of zo. Kon eigenlijk echt niet. Ja, zaterdag is het zover, mensen. Iets wat we al super lang willen doen. Een wintereditie van barbecuen. Dus gewoon een winterbarbecue gaan we houden. Ook al is het 15 graden zaterdag. Ja, het is wel 15 graden zaterdag, dus het komt wel ongeveer goed uit. Maar er komen nog mensen, doen misschien terug het vuurtje aan, maar al sinds de barbecue gaan we terug gebruiken. Dan gaan we lekker eten, het zwembad open, lekker duiken. 10 euro. Oh, welke wordt het? Ja, ik weet dus niet of deze nog werkt, dat is het probleem. Maar deze werkt sowieso, want ja, dan moeten we gewoon kolen in doen en een vuurtje maken. Very proper, hè. Ja, dan moeten we misschien wel eens proper maken, inderdaad, en dit ook. Ja, kijk, dat is, zo ziet het eruit in de winter, hè. Dat wordt er niet gebruikt, hè. Nee, maar deze is eigenlijk ook heel vet. En die is van mijn papa geweest, maar ik twijfel of die nog gaat werken. Maar we kunnen dat wel eens proberen. Dus dan heb je gas. Ik kan het wel regelen. Oké. Ja? Ja, het is wel sick, hè, als ze daarop kunnen bakken. Kun je laten staan. Maar ik moet die eens meegeven met Niels om helemaal op te schuren en terug te spuiten. Dat die mooi zwart is. Nee? Het zou wel vet zijn, hè. We gaan dat regelen. Maar niet tegen zaterdag, denk ik. Ik denk dat we nu zaterdag deze nog gaan gebruiken. Ja. En gelukkig, even kijken, met de spullen hebben we erbij. Hoeveel is het? 8, nee, 6 graden. Hé, hey, goeie vooruitzichten, guys. Zaterdag 15. En kies maar een tafel, er staan er 3 waar je aan wilt eten. Die daar. Die? Ja. Die oude. Ja. Kijk, dus hier hangen ook gewoon nog allemaal dingen al klaar met nog gewoon... Klaar. Resten, vlees en schimmel op. Oh, niet goed voor mij om dit buiten te laten hangen. Deze ziet er wel nog clean uit. Misschien even op het vuur of zo leggen, dat die terug proper zijn, die dingen. Ciao. Smakelijk, hè. Kijk mensen, dit is wat mijn kippen doen. Met het drinken. Oh, die kappen er allemaal kak en zand in. Niet nice. Oh. Gijs is er weer vandoor, mensen, zoals jullie zagen. En ik vond het echt super zielig toen ik hoorde dat er dus paar van zijn kippen gestorven zijn. Eerst dacht ik dat er 7 gestorven waren, want dat was wat mij verteld werd. Maar gelukkig zijn het er maar 2. Alsnog super, super jammer, want... Ja, jullie weten ook wel, denk ik, als jullie al langer kijken hoeveel Gijs van zijn kippen houdt en hoeveel hij daarom geeft. Ja, is dit wel echt heel jammer. Maar we weten niet echt precies wat ervoor gezorgd heeft dat ze gestorven zijn, welk dier of zo. Gijs dacht eerst persoonlijk een vos, omdat best wel veel van het lichaam was opgegeten. En normaal een marter, een steenmarter, zou ook kunnen, maar die nemen meestal alleen maar het hoofd of zo mee. Maar het zou dus ook kunnen dat die dat hebben gedaan of heeft gedaan, want ik heb dus een marter zitten op mijn zolder, wie weet is dat die wel. Zou goed kunnen, blijkbaar waren er ook bij andere buren al kippen doodgebeten, dus ja. We zullen het niet weten, misschien als iemand een camera heeft of hangt, of misschien dat jij dat nog gaat doen, dat we het wel weten. Het rare is dat dit dus overdag gebeurd is, dus ja, geen idee wat zou kunnen geweest zijn. Maar dat wil dus wel zeggen dat we dus weer al nieuwe kippen gaan moeten halen met Gijs, want hij wil er dus graag 20 hebben in het totaal. En hij heeft er nu iets van 16 of zo, of 17, ik heb geen idee. Dus er gaan er nog een paar bij komen. Kijk eens aan, mensen, met wie ik weer herenigd ben. Mijn liefje. Wat vind je van het tragische nieuws? Wat? Wat? Je weet het. De kippen. Oh, heel erg. Zielig, hè? Doordat het even over Facebook ging. Nee, Facebook lag ook plat, maar dat was niet zo erg.
Maar echt, oh, arm Gijs gewoon. Ik vind dat zo zielig. Ja. Heeft er maar iets van gezegd? Ja, ja, we hebben het erover gehad in de vlog. En dat hem er nog steeds 20 wil, dus we moeten er weer gaan moeten bijhalen. Hoe kwam je dan eerst aan 7? Ja, ik dacht eerst 7 kip, omdat Gijs zijn papa had misteld. Dat is wel heel heftig. Ja, maar dat was omdat de kleine kippen van Gijs waren gaan schuilen onder de haag. Dus ja, die zag je echt niet goed zitten. Dus het leek alsof die ook weg waren, maar dat was het niet. Gelukkig. Maar nog steeds is het echt zielig. Zo, dames en heren, we zijn weer lekker thuis. We hebben nog even gechilled bij Boerpapa. En dan zijn we naar huis gegaan, want we moeten op tijd ons bed in. Want morgen is een hele belangrijke dag. Maar daarover morgen meer. Nu gaan we dus lekker slapen, zodat we morgen fris en fruitig zijn en vroeg kunnen opstaan. Dus ik zou zeggen, we checken jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!